Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met een speciaal uitlegfilmpje. Zoals jullie de achterkant van dit filmpje kunnen zien, gaat het over een spiritueel iets. Ik wil het met jullie hebben over dementie en Alzheimer. Dat zijn twee hele verschillende aandoeningen. Ik zei 20 jaar terug, gaf ik lezingen en vertelde ik dat over 50 jaar dementie niet meer zou bestaan, alleen Alzheimer wel. Dus ik kan nu zeggen, over 30 jaar bestaat dementie niet meer. En dat denk ik nog steeds. Ik heb dat ook even aangevoeld. Is het nog 50 jaar? Nee, we zijn 20 jaar verder dat ik dat voor het eerst ging vertellen. En ik heb veel met dementerende mensen gewerkt, Alzheimer mensen. En dan zie je en ervaar je ook het verschil tussen mensen die de diagnose dementie hebben, vasculaire dementie of, nou, er zijn verschillende soorten, of Alzheimer. Mensen met Alzheimer zijn over het algemeen iets nog net niet agressiever, maar die zijn wel wat meer gefrustreerd. Dat, ja. Dementie, de betekenis van dementie vanuit het spirituele vlak, is dat jij in dit leven, in het hier en nu, nog jouw zaken kan transformeren voordat je naar huis gaat. Dus huis is waar wij vandaan komen. Dit, de aarde, is onze leerschool. Dus hier zijn we of op vakantie, of we zijn eigenlijk op een leerschool met zo nu en dan mogen we ook vrije tijd hebben. Dus het is een heel lang kamp, zomerkamp. En sommigen die zitten in de winter, dus dan is het een winterkamp. Nou, dat is maar net wat je leuk vindt. En zo moet je dat bekijken. Dat wij hier als mensen op aarde zijn om iets te leren. Alleen als je heel veel bijzondere dingen hebt meegemaakt in je leven, dan kan het zijn dat je al die indrukken heel lastig kan verwerken. En dat kan voor de een zijn dat hij een familietrauma heeft meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld in de zorg ook al meegemaakt dat iemand deed alsof ze in een bevalling zat, een dementerende mevrouw. Zat in een bevalling. En mijn collega's zeiden, nou, oh, we moeten haar rustig houden en we moeten kijken. Ik dacht, waarom ga nou, ik. Invallen, dus dan zeg je niet zoveel, hè? En dan soms weet ik mijn plek, wist ik mijn plek wel. Dit is al meer dan 20 jaar terug. En toen zei mijn collega's zeiden, oh, ik dacht van, maar wat doe je nou? Ga gewoon even met haar mee. Zij is op dit moment een baby aan het krijgen. Ja, maar ze heeft nooit geen kinderen gekregen. En ik snap ook niet waarom ze dat weet. En God. Een vrouw weet wat ze moet doen als ze een kind gebaard heeft. En dat deed deze vrouw. Dus wat zegt dat van die vrouw? Dat ze een kind gebaard heeft. En dat de collega's al zeggen, ja, maar ze heeft nooit geen kinderen gehad en het was een overpleegkundige. Ah, het zou het ook nog kunnen zijn, hè? Ik bedoel, dezelfde energie. Dus deze vrouw die ging door het trauma heen dat ze een kind heeft gekregen en het niet mocht opvoeden. Want zij was een ongehuwde vrouw. En dat zou best ook nog wel een heel verhaal kunnen zijn dat zij in een katholiek ziekenhuis diende. Nou, dan weten wij nu wel zeker, als je dit bekijkt, vanuit de kennis die we hebben gekregen, ga het filmpje van Frans Hesseling gaan maar bekijken. Dan weet je ongeveer wat er wel zou kunnen zijn gebeurd. Dat zijn hele zware trauma's. Het kan ook iets heel kleins zijn, hè? Dat een ouder heel vroeg is overleden en dat bijvoorbeeld de vader overleden is en de moeder die had 5 kinderen en die ging dan met een andere man trouwen, want ja, die man die had, hè, dat ging dan vroeger zo. Een vrouw alleen kon gewoon geen huishouding runnen. Dat was praktisch onmogelijk, dat 1956, want dan hadden wij het recht niet om zelfstandig een banknummer te openen. Dat is pas vanaf 1956. Dus er is in die vroegere tijden heel veel gebeurd waar later niet over gesproken werd. De afgelopen jaren mogen kinderen die stilgeboren worden, die al overleden zijn bij de geboorte of net na de geboorte, mogen worden
mogen nog de naam krijgen en mogen nog aangegeven worden. Ze hebben geen economische waarde, ze mogen wel op papier. En dat is belangrijk, dat ze benoemd worden, dat in het gezin, dat de moeder en de vader en het gezin erkend wordt in het verlies. Eerder was het zo, en ik denk dat dat wel tot de jaren 80 speelde van de vorige eeuw, daar werd niet over gesproken. En zeker tot de jaren 60, dan werd het of gelijk begraven of het werd weggehaald. En nee hoor, hoefde ook geen naam, het was weg, weg. Het is klaar, het is over. Nou, dat is een zwaar trauma. Dus die mensen die geboren zijn rond tussen 1940 en 1950, die komen nu in die richting 75, 80 jaar. En ja, dan kan je soms een ongeval krijgen, dat je valt, dat je heup breekt. En dan zagen wij heel veel dat mensen daarna, na zo'n operatie, gingen dementeren. Dat is 4 jaar geleden veranderd ongeveer. Daar zal ik zo nog iets over vertellen. Dus dementie is het proces van verwerking voordat jij je reis terug naar huis gaat. Oftewel dat je doodgaat en naar de hemel gaat. Als jij in een dementieproces hebt gezeten, dan kom je bij de poort van Petrus en dan heb je alles verwerkt, dan kan je gelijk weer aan de slag. Dat is waarom dementie soms heel handig is om die trauma's nog te kunnen verwerken in jouw aardse bestaan. Want wat weten wij van ons aardse bestaan? Dat alles wat wij hier in ons leven nu kunnen doen, bijvoorbeeld 70 jaar gemiddeld, staat in de Bijbel. Gemiddeld, hè? 70 jaar. Dus 70 jaar gemiddeld staat in de Bijbel. Dat is als je in de hemel komt 700 jaar of langer. Dus als je dat in korte tijd kan doen, dan doe je dat veel liever dan dat je dat moet verwerken in die hele lange tijd. Dat is ook waarom het dan weer reïncarnatie is, want nou, soms kom je thuis en dan denk je, oh, nou, heb ik dat nog niet gedaan en dat heb ik nog niet gezien en dat wou ik nog doen. Nou, dan ga je nog een keer heen, want dat doen we met vakantie ook wel. We zijn een paar keer naar Tenerife geweest. Wat super, wat leuk. De tijden even op en neer. Als je nou denkt, de tijden, wat is dat? Dat is de vulkaan op Tenerife. Huh? We zijn dus mensen tegengekomen die zijn naar Tenerife geweest. Goh, ben je de tijden ook opgereden? Huh? Ja, dat is die vulkaan. Oh. Wees je bewust van wat je doet en waar je naartoe gaat. Lijkt mij handig. Nou, hoeft niet. Dat is jouw eigen keuze. Je mag ook heel oppervlakkig zijn. Goed, dan hebben we Alzheimer. Wat is Alzheimer dan? Alzheimer is de angst voor de toekomst. Het niet meer kunnen nadenken, het niet meer voor elkaar kunnen puzzelen hoe die toekomst voor jou eruit moet zien. Het gewoon blinde paniek niet meer weten. En als je dan een statige man hebt die altijd een hele goede baan heeft gehad, heel veel personeel heeft geleid, naar het buitenland is gegaan, die een topmanager was. En die heeft Alzheimer. Dat klinkt ook wat beter, Alzheimer, dan dement zijn. Dement is voor die boeren. Alzheimer is beter. Dus beide slecht. Of beide. Het is niet slecht. Het is een transformatie waarin je zit. Alleen in de hogere gelederen hebben ze liever Alzheimer dan dementie. Dat is zo gewoon. Dus doe maar Alzheimer. Alzheimer krijgt gaten in je hoofd, maar het kan pas na je dood worden aangetoond wat het dan is: dementie of Alzheimer. En met Alzheimer, dan kan jij gewoon niet meer vooruitdenken. Dan word je soms ook heel kwaad over dat je gewoon het niet meer weet. Je hebt letterlijk, krijg je dan gaten in je hoofd. En die gaten zorgen er ook voor dat je het niet meer weet. Dus dat is een hele andere energie dan dementie. En Alzheimer is gewoon, ja, Alzheimer zou goed te genezen kunnen zijn als jij die angst voor die toekomst weghaalt. Maar ja, dat mag ik weer niet zeggen, hè? Daar zouden ook nog wel andere kuurtjes voor zijn, denk ik nu, ja.
Maar ja, Nobelprijswinnende middelen, dat mag even. Maar kijk, we gaan even een verschilletje maken tussen al deze ziektes tot 2021. Zullen we dat doen? Ja. Eigenlijk geldt dat voor alles. 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 Dat geldt voor alles. Alle ziekten. Want je gaat je. Dat geldt tot 2021. Vanaf 2021 ga je één vraag stellen. Inderdaad, die vraag die je niet stelt, dat moet je afvragen. Dus dat zei ik ook al een aantal keren dat er mensen een turbokanker krijgen. Dan zei ik ook wel van, goh, welke beslissing heeft hij genomen? Nou, het is simpel. Dan ga je dus terug naar die beslissing die mensen genomen hebben. En als ze deze beslissing genomen hebben, is dat prima. Alleen alles valt en staat dan met die beslissing. Niet de ziekte wat er achteraan komt. Wat maakte dat de beslissing om je hele leven in handen te geven van andere mensen die het wellicht heel goed met je voor hebben. Wat maakte dat jij niet de controle en de regie over je eigen leven ging nemen en bewust was wat er gedaan werd? Ja, maar ja, ik moest van mijn werk. Ja, maar ja, dat doe je gewoon. Dat doe je voor een ander. Dat doe je niet voor jezelf. Ik wil wel frikandel blijven eten. Dus dat is een hele andere energie. En we zien dat vanuit die beslissing ook nu heel veel dementie en Alzheimer gaan optreden bij hele jonge mensen. En als het dan dementie is, prima. Dan kunnen ze in ieder geval nog wat dingen opruimen voordat ze die hemelpoorten binnengaan. Is het Alzheimer, dan hebben ze dus het besef gehad, shit, wat heb ik gedaan? Ook goed, want dan ga je dus nadenken, wat zijn de gevolgen van mijn daden, wat zijn de consequenties? Oh, dat is een prima proces. Want met de kennis van toen heb jij waarschijnlijk, als je dit gedaan hebt, een hele goede beslissing voor jezelf gemaakt. En stond je daar volledig achter. Het kwaad geschiedt wanneer je denkt van, ja, maar ja, ik moest het van mijn baas. Mijn man wou het. Mijn vrouw die draaide door en moest het wel doen, want anders dan ging ze weg. Ja, nee. Als ik het voor het zeggen had gehad, dan had ik het niet gedaan. Oké, waarom heb je dan zo de controle weggegeven? Wat maakte dat jij jezelf zo wegcijferde voor een ander? Wat maakt jou minder belangrijk dan ieder ander in jouw leven? Want eerst ben jij belangrijk, want stel je voor dat je wegvalt. Dan kan je er ook niet meer zijn voor jouw mensen. Dat is de oorzaak waarom er zoveel hospicebedden tekort zijn. Omdat er gewoon heel veel mensen daar gebruik van willen maken. Niet omdat het te weinig zijn. Nee, er zijn altijd genoeg geweest. Maar er zijn nu meer mensen die er gebruik van maken. En ook in de zorg, in welke zorg dan ook. En we zien het overal, is overal een personeelstekort. Hoe kan dat? Dat heeft met keuzes vanaf 2021 te maken. Dus we hebben eigenlijk kunnen we heel veel dingen duiden tot 2021. En daarna moeten we eigenlijk ons afvragen: hey, was dit het? Of was er een andere keuze gemaakt? Want als jij die andere keuze, die mRNA veranderende keuze hebt gemaakt. Dan heb jij patenten in je, waardoor jij ook niet meer recht op jouw eigen lichaam hebt. Ja, als je dit nog niet eerder hebt gehoord en je wilt meer informatie hierover, word dan lid van mijn Telegram-kanaal en van mijn chat en vraag mij daarna, want dan deel ik. Ik ga straks op mijn Telegram-kanaal nog wel eventjes een aantal filmpjes van 4 jaar geleden delen, bijna 4 jaar geleden, waarin gewoon heel duidelijk door wetenschappers wordt uitgelegd wat precies. Het gevolg van dat is. En dat ik op deze cryptische wijze moet spreken, betekent dat de oorlog nog lang niet is afgelopen. En dat wij
aan de vooravond staan. Grote veranderingen. En dat we nog veel meer uitdagingen krijgen. En dat kunnen wij allemaal aan. Wij zijn mensen met superpowers. Iedereen. Welke keuze je ook gemaakt hebt. Iedereen is belangrijk in dit veld. Alleen met ziektes, ongevallen, NPC's. Dan moet je even bedenken van, oh, niet alle ongevallen zijn NPC's. Niet alle ziektes zijn NPC's. Er gebeuren ook gewoon nog ziektes, hè. Ja, we willen graag de schuld geven aan dat, maar dat is niet altijd zo. Nee. Dus dit is het verschil tussen Alzheimer en dementie. Alzheimer is de angst voor de toekomst. Dementie is het al opruimen van oude stukken, oude traumatische stukken, zodat wanneer je komt te overlijden en je komt bij de hemelpoort, dan hoef je dan niet al dat werk meer te doen. Dan ben je al klaar om je familie te ontmoeten, om even een kopje koffie te drinken en zeggen, goh, wat ga ik nu doen? Heb je meer vragen? Ik heb de training Zielen op Aarde gemaakt. Die kan je op ontwikkelen.lumeria.nl kan je die bekijken. En dan hebben we ook een speciale zielendag waarin ik persoonlijk aan jou dingen uitleg. Ontwikkelen.lumeria.nl. Ik wens jullie een fantastische dag, want het leven mag ook leuk zijn. Dag lieve mensen.